Dames en heren, hartelijk welkom op deze Tony's Fair. Mijn naam is Teun van de Keuken, maar vandaag mag u mij ook wel Tony noemen, want ik ben de naamgever van deze chocoladereep. Ik ga even kort vertellen wat we zoal gaan doen vandaag. Om 6 uur gaat het dak eraf hier, dan wordt er gedanst, dan is er muziek, dan ben ik waarschijnlijk weg. En voor die tijd krijgen we een heel lang verhaal van de huidige directeur van Tony's, Henk-Jan Beltman, waarin hij de jaarcijfers gaat presenteren. Dat schijnt voor u allemaal het hoogtepunt te zijn. Hoe goed gaat het economisch met Tony's? Maar voor die tijd gaan we het nog even een beetje ongezelliger maken. Dan gaan we het namelijk hebben over slavernij. En we gaan het hebben over de oorspronkelijke doelstellingen van Tony's Chocolony. De slavernij uit de chocoladeindustrie te bannen. En dat gaan we op de volgende manieren doen. From Denmark, Miki Mistrati gaat hier een verhaal houden. Hij is documentairemaker. Hij heeft de films Dark Side of Chocolate en Shady Chocolate gemaakt. Daarna ga ik Henk-Jan Beltman aan de... Hij zit daar al klaar. En Miki Mistrati ook. Welkom. Henk-Jan ga ik aan de tand voelen van wat is er nou eigenlijk geworden van al die ambities, dat op weg naar 100% slaafvrij, hoe lang blijven we nog op weg en wanneer wordt het nou eindelijk eens slaafvrij? Want daar zijn we toch voor, mensen? Juist. Maar nu eerst, hoe is het allemaal begonnen? Ik begin met een kort filmpje. En in dat filmpje zien wij dat komt dus voort uit de Keuringsdienst van Waarde, hoe ik bij Barry Callebaut cacao heb besteld of chocola heb besteld. En dat zij, en dan wil ik weten van waar komt die chocola vandaan, uit welk land, van welke plek. Daar weten ze geen antwoord op. En sterker nog, ik ben niet welkom in de fabriek. Gaan we even kijken. I normally don't buy 1,000 kilos of chocolate, but if I buy 1,000 kilos of chocolate, I just want to be sure that no slavery is involved. And I don't understand why you can't tell me that. Je suis Kamsame Félix, j'ai 16 ans. J'ai travaillé dans une plantation de cacao de 1999 en 2003. Je n'étais pas payé. J'étais forcé de travailler. Working as slaves. J'étais forcé de travailler. Je n'avais pas la liberté pour quitter l'école. And we are responsible for that. Yes, we are. In our perfect world, the consumer would never have to choose between a slave-free chocolate bar and one that is produced with the risk of child exploitation behind it. I've been standing for more than 2 hours now in front of your factory and for some reason they don't let me in here. What about the new Ben & Jerry's? How you all doing? Nestle's, of course, is the biggest in the world. Call them. Call Nestle. Ask them. See what they say. Let's face it, slavery exists. Oh, yeah? Clearly. Because they are so desperately poor. There are no rich people involved. Because they don't get paid enough by Nestle or by the companies they work for. Thank you very much. Goodbye. This is now the 21st century. It's unthinkable that we would sit by and allow child slave labor to continue. Et puis on vous laisse jamais causer entre parents. Si on te voit causer avec ton parent, bon, on te tue ou bien, tu te mates très bien là et puis on te fait chemin de bon. I realized that I needed to take my responsibility as a consumer, and after talking to one of Dutch finest professors in criminal law, I decided to prosecute myself for buying and eating chocolate. Strikt juridisch beschouwd heeft hij gewoon een punt. Wie chocolaat zou zich mede schuldig maken aan slavernij. Je kan het eigenlijk vergelijken met heling. Als ik een gestolen fiets koop, dan ben ik daar ook aan schuldig. En als ik dus een reep koop waarvan ik weet of kan weten dat hij met behulp van slavernij gewonnen is, ben ik ook strafbaar. Nederland is strafrechtelijk verplicht om Teun van de Keuken te vervolgen. My action created a storm of publicity and thousands of people signed a petition to take me to court. Do we stop buying chocolate? Americans spend $13 billion a year on chocolate. All time has expired. Nou, ik vervek echt geen schuld voor ze. We want to put that chocolate on the market as slave-free chocolate. How do you spell that word, slave-free? Slave
free. I like the concept. Yeah. Sounds good. Tony Chocolone. Tony Chocolone. We like it. Yeah. We like it. Oh, die fles. Dit is een historisch moment. All time has expired. Ja, dat is het Tony's verhaal in een notendop, in ieder geval het begin van het Tony's verhaal. Op een gegeven moment kwam hij met de kunstdienst van Waarde erachter dat slavernij, dat chocola wordt geproduceerd met behulp van slaven. Dat zijn mensen die gedwongen worden te werken, niet betaald krijgen en ook niet weg kunnen als ze willen. En wij dachten, nou, daar moeten we programma's over maken, hebben we research aan gedaan. En we dachten, hoe gaan we dat nou aanpakken? En toen kwam op een gegeven moment de gedachte, ik ga mezelf aanklagen als consument van chocola. Want als chocola op een criminele wijze wordt vervaardigd, dat is met allerlei internationale verdragen geregeld, dan is het eten, of in ieder geval het kopen van chocola, ook strafbaar. Dat is gewoon volgens de Helingwet, je mag geen gestolen fiets kopen en je mag ook niet iets kopen dat gemaakt wordt met slavernij. En kunt u een beetje zo zachtjes mogelijk praten? Dank u wel. En toen was het idee, toen dacht ik, nou, ik moet eigenlijk de gevangenis inkomen als eter van chocola. Toen heb ik op één dag heb ik 18 reepen chocola gegeten. En vervolgens heb ik de politie gebeld en ik heb gezegd, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. En ja, je hoorde echt die agent zitten aan de andere kant van de lijn van, oh jee, moord of weet ik wat. Zei, ik heb chocola gegeten. Maak zich geen zorgen, meneer, dat doen we allemaal wel eens. Toen heb ik een advocaat in de arm genomen dat ik moet echt veroordeeld worden als chocoladecrimineel. Dat is ook een nieuw woord bij toen geprobeerd, chocoladecrimineel. En de Consumentenbond die steunde ons, die kwam met de actie Steun Teun. Duizenden handtekeningen, wij willen dat Teun van de Keuken vervolgd wordt wegens eten van chocola. Nou, in eerste instantie werd ik niet ontvankelijk verklaard door het Hof. Ik ben toen in hoger beroep gegaan. Dit speelde allemaal in het jaar 2003, 2004. En toen kwam 2005. En ik hoef u eigenlijk als chocolade-experts niet uit te leggen wat een ongelooflijk belangrijk jaar 2005 was. Toch? Ja, ik zie allemaal blikken van verstandhouding. In 2005 was natuurlijk de deadline verstreken van het Harkin-Engel-protocol. Dat is een protocol ondertekend door alle chocoladegiganten in de wereld. En die hebben gezegd, wij gaan de slavernij uitbannen uit de chocolade-industrie. En daar kwam natuurlijk niks van terecht. En tegelijkertijd kwam ook de film uit Charlie and the Chocolate Factory. Hartstikke mooie verfilming van het boek van Roald Dahl. En je hebt allemaal ontzettend irritante kinderen die de gouden winkel hebben gevonden. En die zijn allemaal heel hebberig en die willen de ene die verdrinkt in de chocoladerivier. Er gebeuren allemaal verschillende dingen. Alleen Charlie, het kleine arme jongetje dat niet zoals al die andere duizenden repen heeft gekocht, maar volgens mij uiteindelijk twee, dacht ik. Die gewoon echt een chocoladeliefhebber is, die wint en die wordt dan de. Die mag dan later de eigenaar worden van die chocoladefabriek. Zo'n mooi verhaal waarin ook de rechtvaardigheid uiteindelijk wint. Dat verhaal dat werd ondersteund door de merchandising van Nestlé. Dus iedereen die naar die film ging, die kon dan ook een leuke Nestlé-reep krijgen of kopen of weet ik wat. En dat schuurde nogal, omdat Nestlé was natuurlijk een van die chocoladecriminele bedrijven. Niet chocoladecrimineel op mijn manier, maar gewoon een bedrijf dat gebruik maakte van slavernij, kinderslavernij enzovoort. En toen dachten wij, ja, dit is zo schrijnend. Wij vragen aan Nestlé van, nou jongens, misschien is het een mooi gebaar als jullie voor deze première, voor deze film, één slaafvrije reep, of in ieder geval één limited edition slaafvrije reep op de markt wil brengen. Ja, dat is toch een goed gebaar van wij. We zien ook wel dat het beter moet. Nou, en uiteindelijk wel, we maken dan misschien gewoon één, inderdaad echt één. Nou, zei dat antwoord was, how do you spell that slave free? En verder is er nooit meer wat van geworden. En toen dachten wij, en ik heb hier staan de datum, ik weet niet of het klopt, 29 november 2005. Toen kwam de eerste chocoladereep van de band rollen. Toen dachten we, we doen hetzelfde. We gaan gewoon aan de industrie bewijzen dat je op een commerciële wijze, dus niet met allerlei subsidies en stichtingen, weet ik wat, maar gewoon op een commerciële wijze, op dezelfde wijze als die bedrijven doen, ook een slaafvrije reep kunnen maken. We hadden er 5000 laten maken
En de volgende dag waren er 15.000 besteld via de website. Nou, en ik denk dat dat succes, dat door dat succes er nu, weet ik wat, miljoenen van die reepen verkocht worden. Intussen, hè, het was dus niet ons doel van, nou, we gaan nu grote chocoladefabrikant worden. Het was het doel, die reep is een, zoals wij dat noemen, ook een journalistieke reep. Met die reep konden wij ook binnenkomen bij cacaoplantage. We willen even kijken hoe de omstandigheden bij u zijn. Ja, we maken zelf ook chocola. En vindt u het niet heel erg als we dan ook een camera meenemen om het allemaal vast te leggen? Dat was eigenlijk de gang van zaken. En intussen liep mijn rechtszaak ook nog. Die zaak tegen mijzelf als chocoladecrimineel. En voor die rechtszaak had ik getuigen nodig. En dat had, ik had dus een advocaat die niet moest zorgen dat ik uit de gevangenis kwam, maar een advocaat die moest zorgen dat ik de gevangenis in kwam. En die zei, je hebt getuigen nodig die slachtoffer zijn van jouw chocolade-eetpraktijken. Ik ben toen naar Burkina Faso gegaan, aan de grens met Ivoorkust. En daar sprak ik jongens die op de cacaoplantage hadden gewerkt, die daar gedwongen waren om te werken. En dat was een soort tribunaalopstelling. En die vertelden allemaal hun verschrikkelijke verhalen. En aan het eind van het verhaal ondertekenden zij een verklaring waarin ze zeiden dat ze wilden dat ik veroordeeld werd. Dus toen voelde ik me echt in de beklagenbank. En een van de jongens is naar Nederland gekomen, Herman. Hij heeft zijn verhaal verteld in de rechtbank. Een heel indrukwekkend verhaal. Hij vertelde hoe ze ook drugs kregen om haar door te kunnen werken. Dat hij met die grote kapmessen, kinderen die opeens verdwenen als ze hadden geklaagd. Ik ben niet veroordeeld. En dat was eigenlijk omdat ik niet kon bewijzen dat de chocolade die ik had gegeten was vervaardigd door die mensen die tegen mij hadden getuigd. Nou, dat zou natuurlijk ook een hele kleine kans zijn. Maar het Hof erkende wel de deplorabele situatie in de cacao-industrie en spreekt over ernstige misdadigen, maar misdaden waarvoor ook de consument verantwoordelijkheid draagt. Dat was toch een belangrijke stap. Ja, goed, die reep die is er dus nu al heel lang. En er staat al heel lang ook op die reep op weg naar 100% slaafvrij. Als ik het goed begrijp is het streven van Tonies niet alleen om zelf op weg te zijn naar 100% slaafvrij, dat het een 100% slaafvrij reep is, maar ook dat uiteindelijk de slavernij uit de chocolade-industrie wordt gebannen. Dat was ook ons doel en dat is nog steeds het doel. En daar ga ik straks Henk Jan vragen hoe het daarmee staat. Maar eerst geef ik nu het woord aan documentairemaker Mickey Mistrati. Hij is de maker van de films Dark Side Chocolate en Shady Chocolate. Hij heeft regelmatig gefilmd in onder andere Ivoorkust en Ghana. En hij kan ons vertellen over de laatste stand van zaken in de chocoladewereld. Ik kan het wel. Dank u wel.